Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 17 december. Het is bewolkt in Nederland en in het noordoosten valt vanochtend vroeg nog een spatje motregen. Maar vanmiddag gaat geleidelijk aan de zon ook af en toe doorbreken. Vanochtend misschien al hier en daar. Het is opvallend zacht, met temperaturen tussen de 12 en 13 graden vanochtend. Vanmiddag wordt het 13 tot 16 graden. En dat betekent dat er diverse dagrecords gaan sneuvelen voor wat betreft de temperatuur. Nog nooit werd het zo zacht op 17 december. Vanavond wordt wel de bewolking weer dikker en vannacht kan er dan af en toe regen gaan vallen. De temperaturen blijven hoog. Vanavond zo tussen de 12 en de 13 graden. Vannacht tussen de 10 en de 12 graden. Morgen ook hoge temperaturen. In de ochtend kan het nog wat regenen in het oosten, maar die regen die trekt naar het oosten weg. En geleidelijk kan, gaat het dan wat opklaren. Smiddags wordt het dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook in het weekend blijft het zacht, met temperaturen tussen de 11 en de 13 graden. Vooral op zondag is er ook wat ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Maandag is de kans op een bui wat groter, maar de temperaturen blijven onveranderd hoog. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.